Morgen of middag, afhankelijk van wanneer u kijkt. Welkom weer bij Greenland Food Studio. Wat gaan we vandaag maken? We gaan een tagine van eend met honing en abrikozen maken. En daarvoor hebben we nodig uiteraard de eend. Dat kan eendenbout zijn of eendenfilet. We hebben nodig tomaten. Ja, waarom meer tomaten, zegt u? Nou, bij Greenland. We zijn een tomatenbedrijf, dus we proberen daar zoveel mogelijk tomaten in te verwerken. Wederom de tomatenblend. Heeft u die niet, gewone tomaatjes ontvellen, snijden en het sap opvangen. Dat kunt u ook heel goed gebruiken. Daarnaast hebben we gemmepoeder nodig, honing, stokje kaneel, saffraan, uitjes, koriander gemalen. En uiteraard de abrikozen, wat koriander vers om te garneren. En daarbij serveren we dan couscous met wat boontjes. De uitjes worden gesnipperd. Nou, om makkelijk te snipperen nemen we een half uitje. We laten de achterkant eraan zitten en we snijden eerst even wat in. Dan hebben we dat gedaan. Dan snijden we het over dwars in. Kijk uit voor de vingers. En als we nu gaan snijden. Zo. Nou, dan is het uitje gesnipperd. We hebben een koekenpan met dikke bodem op een laag vuur. En we leggen de eend op de velkant in de pan. En die laten we 10 minuutjes opstaan. Dan komt het vet los en dan gaan we daarna weer verder. Nou, je ziet dat het vet mooi vrijgekomen is. Dan draai je het vuur even hoog. En dan gaan we ook de andere kant even aanbraden. En dan zetten we het weg. De saffraan hebben we fijn gemalen en in 1 eetlepel heet water laten we die even weken. En je ziet, saffraan maakt zo'n hele mooie gele kleur. Oké, de eendenfilet zijn klaar. We gaan nu beginnen met het volgende. We doen 1 eetlepel olijfolie in de braadpan. Kook in de tagine, hè? Marokkaans kookpan. Maar heb je die niet, kan ook heel goed in een braadpan. Dus die olie laten we even heet worden. En dan doen we daar de uitjes bij. En de kaneel. En die gaan we even voor een minuutje of 3 aanbakken. Of fruiten eigenlijk. We strooien het eend nog even met wat peper en zout, terwijl het zat te wachten. Nou, het begint lekker te ruiken. Dus dat moment dat we de tomato blend of de ontvelde tomaatjes toe gaan voegen. We voegen ook de gemalen gember mee erbij. De gemalen koriander. En de saffraan. Zo. Doen we daar ook nog een beetje peper bij. En dat laten we even aan de kook komen. De pan heeft even een minuutje of 10. Staan pruttelen. Dus dan is nu het moment om de eend er weer in te bij te voegen. Zo, dan gaan ook de abrikozen erbij. En de saffraan ging er nog bij. Laat nog een beetje erin zitten. Zodat ze lekker onderin zitten.
En dan is het nu de bedoeling dat hij een uurtje zachtjes pruttelt. En dan is het klaar. Nou, terwijl de kip staat rustig aan het pruttelen, hebben we de spessieboons gekookt. Nou, heel simpel. Een beetje water, een beetje zout. Wil je ze met een bijt, circa 8 minuten. Wil je ze slapper, 10 tot 12 minuutjes. En dan zijn ze klaar. Nou, we maken de couscous. Voor de couscous neem je 100 ml water per persoon. En ongeveer 75 gram couscous per persoon. Breng het water aan de kook. Moet een heel klein beetje extra vierige olijfolie in. We doen de couscous erin. Even goed doorroeren. En dan laten we dit 5 minuutjes bellen. Oké, nou de couscous staat te wellen. Dan doen we er de honing doorheen. Meng dat er lekker doorheen. En dan is het klaar om opgediend te worden. Kijk, uiteraard kan je natuurlijk gewoon de filet of de eendenbout op het bord leggen. Maar misschien is het ook wel mooi om even te traceren. Zout eroverheen. Een beetje van de verse koriander. Nou, de couscous heeft 5 minuten staan wellen. Die rullen we dan nog even een beetje op met een vork. Van eend met honing en abrikozen met couscous en boontjes. Ernaast, we kunnen aan tafel. Nou, bedankt voor het kijken. Op ons YouTube kanaal vind je meerdere vlogs. Abonneer je daarop, dan krijg je ook de toekomstige vlogs automatisch. En like ons op Facebook voor de laatste updates en het laatste nieuws van Greenland Food Studio. Ik hoop tot ziens.